Welkom in deze nieuwe video van Polestar. We zijn nu aan het wachten op de trein en wij gaan naar de drie biggetjes. Dus ik kijk wel heel erg uit om naar de drie biggetjes te gaan. Ik heb alvast mijn terug aan. En ja, we gaan dus meteen op de trein naar Antwerpen. We zitten nu op de trein en we zijn goed vertrokken. Dus we moeten nog zwijnen en zo. En dan zijn we in Antwerpen. En dat ik Marie en zo van dit allemaal lukt om de foto te gaan, maar we weten wat er komt zeker, dus we zien het wel. Dus we zijn afgestapt, we moeten nu de tarma zoeken en dan gaan we naar de zaal. Nu gaat echt heel snel en gemakkelijk, ik zie al staan, dus ik ga een beetje doorwandelen en dan zie je ons zo als we gewandeld hebben. Alsjeblieft, hallo. Hallo. Alsjeblieft. Dus we hebben de mannen weggestaan hier. Hij staat. Hey. Zo. Succes straks. Ja, dat is wel zo. Ja hoor. Dank je wel. Ja. En dan is dat ons. Dank je wel. Hoi, hoi. Is naar haakje. Oh ja. Leuk, leuk, leuk. Ja, waar is het? Dat hier. Ja, alstublieft. Kijk, hier hebben we Julia. En die staat hier. Dus we hebben wel heel veel geluk dat we Julia zien. Dus we zijn wel blij dat we Julia hebben op de foto. Dus dat is maar één kaartje dat we hebben. Dus we zijn wel heel blij en trots. We zijn extra klik, 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 klik gedaan. Dus we zijn heel blij. En daar staat ze, Julia. Dus we hebben toch al één kaartje. Dus we gaan toch niet alleen houden naar huis. Ja, je moet altijd wel heel blij dat we Julia hebben. Dus we zijn heel trots en blij dat we ze hebben. Dus dat is wel tof. En ze pakt hoe je veel tijd ze doet ook. Dat is wel tof. Dat ze veel tijd maakt. Ja. Oh, ik vind dat echt heel mooi. Ja. Dat is een man met een lille kastje. Oh, God, echt. Niet allerlei, kom hier. Ja, dat is de joh. Ik ga nu naar binnen. Ja, ik ga nu naar binnen. Ja, natuurlijk. Dat is een schat. Dat is een schat. Dankjewel. Peter Thijs, de papa weg. De papa bij Wolf. Ja, super, dankjewel. Alsjeblieft. Goed? Ja. Zo, we hebben iedereen gezien, al iedereen niet gezien, maar die we hebben gezien, hebben jullie ook gezien. En nu gaan we richting de zaal. En daar gaan we dus over de tickets hier. Die ik natuurlijk niet in beeld ga brengen, want ja, ik wil niet dat iemand anders van de rest in beeld staat of zo. En nu gaan we eens kijken of dat wel binnen kunnen. Het is hier ook markt trouwens, dus ik weet er zoveel lawaai is. Dus het is hier ook markt. Dus daar gaan we. Dus we gaan naar binnen. En dan gaan we naar de terugvlucht. Dus, dankjewel. Zo snel we zijn binnen. Goedemiddag. Welke zone heb je? B. B, dat is straks helemaal van achter rechts. De trap omhoog. Ja. De meisjes letten zijn rechts en de jongens letten links. Ja. Oké, dankjewel. Ik eet weer van alles kopen. En de lichtjes die je kunt gebruiken, daar kun je een foto maken. Daar heb je zo'n licht kader, zo, ja. Dat is ook wel leuk.
Ask me what to call. Dus en jij? We zijn aan het wandelen. We zijn aan het samen aan het gaan. Met de motorbaat in de deur. Dat is rij 1. Okay. Kijk, daar staat al het dingen van de drie pegeltjes. Ja. We zijn er net al even aan staan. Het hoofd gaan jullie zien op Instagram, dus ik ben nu binnen. En als, ja, we mogen niet heel de musical filmen, dus laten we het even duidelijk stellen. Dus het kleine stukje op het einde mogen we wel filmen, maar de rest ook niet. Dus als je denkt van, oh, waar is al de rest? Dat is, mag niet, dat is verboden. Omdat de film, dus dan laat ik jullie even weten dat dat niet mag. Maar we zitten heel goed van voor, dus op de vierde rij. Dus Peter kan er niet zijn. Dus tot straks. En we zijn nu naar boven aan het gaan. Dus we moeten het voor één hebben en dan gaan we naar huis. Ja, dus weet je, druk om te shoppen, want anders doet dat. Maar dat is een heel mooi musical. Dat is echt de moeite waard. Dat is echt leuk en ik heb het wel genoten. Dus we hebben toch een klein deeltje mogen maken. Dus daar gaan jullie ook een beetje van genieten. Dus wij gaan naar spoor 1 en wij gaan naar de trein. Dus tot zo. Dus we zitten in de trein. Dat is, en dan gaan we richting de spoor met de fiets. Wat ik zeg, het is echt een aanrader. Ik kan het niet blijven herhalen, maar het was echt heel mooi. Ik kan natuurlijk niet heel veel vertellen hoe precies en al die dingen. Maar het is echt moeite, magnifiek. Dus, magnifiek. Dus ik zie jullie allemaal de volgende keer terug met een leuke video. Doe dat zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en brengen weer.